mensen. Het is vandaag donderdag en Thomas werkt thuis. Ik ben lekker gaan sporten en mijn oma is op de baby's aan het passen. En het klinkt misschien heel erg stom, maar altijd als ik in mijn eentje naar de sportschool ga, voelt het echt een beetje als een uitje. Als een uitje. Ik ben gewoon lekker even alleen en ik zorg natuurlijk altijd voor de baby's. Het is best wel apart gewoon. Maar goed, ik heb net dus gesport. En nu ga ik lekker naar huis. Weer terug naar de baby's. Het is echt super warm. Echt heel erg lekker weer. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen vandaag. Morgen gaan we sowieso, als het lukt, als we ons niet verslapen en zo, proberen te zwemmen. En als de baby's, als ze zeg maar lang doorslapen in de ochtend, ga ik ze niet wakker maken. Want zijn ze de hele dag chagrijnig. Dus we gaan het even zien. Ik ga even snel douchen en dan zie ik jullie daarna weer. Na het sporten ga ik altijd nog even de sauna in, dan kom ik er weer uit en daarna ga ik er altijd weer eventjes in, omdat ik, dan krijg ik het te benauwd, dus dan ga ik er even uit en daarna ga ik er weer verder in. Dus ik ga er nu gewoon weer even lekker in. Lunch hebben we weer lekker kibbeling. Super lekker, dus dat ben ik nu even aan het ophalen. Daarna ga ik weer verder naar huis fietsen. Even kijken. Oh, ik heb nog 10 minuten om thuis te komen. Ja. Jongens, mijn pakketje die ik gisteren heb besteld is binnen! Ik ga hem even openmaken. Hier is een meneertje aansteller. Ik liep tegen die punt van die bar aan met mijn heup. Echt lief. Je bent een man, kom op, zeg. Ja, kom op, Livia. Wat is hier zo? Speelgoed unboxing. Oh, ik had hem veel groter verwacht. Waarom heb ik dit nou altijd met internet? Ik had gewoon zo'n groot boekje verwacht. En ik krijg maar zo'n klein dingetje. Dat maakt toch voor de bebes niet uit? Nou, weet ik niet. Die ander hield ze echt zo op schoot en zat ze een beetje zo, echt als een boekje mee te bladeren. Maar Marley vindt hem vooral heel erg leuk, dus we gaan hem gelijk even geven. Marley! Ik moet nog even op gaan schieten. Kijk eens, kijk eens! Kijk eens wat ik heb gekocht voor je. Die vond jij toch zo leuk? Die vond jij leuk, hè? Ja, oh, boekje! Dat is leuk, hè? En Loenie? Die zat de hele tijd met een blokje te spelen. Dus voor haar hebben we een blokkending besteld. Kijk, dan kunnen ze het natuurlijk nog niet hierin doen. Maar ze kunnen wel al met de blokjes spelen. Hoop maar niet dat ze te klein zijn. Nee, toch? Dat lijkt me niet. Ja, het is toch gemaakt voor baby's. Kijk eens, Loenie. Dat vond jij gisteren leuk. Dat vond jij gisteren leuk. Kijk die Barley. Leuke, hè? Vind je die leuker? Lekker deze. En dan hebben we nog meer. Deze voor in bad. Maar ik had verwacht dat dit gewoon van ook zeg maar zo'n baddingetje was die je op moest blazen. Maar dat is niet zo. Maar goed, het is wel leuk voor een bad. En deze hiermee gaan we ze zelf hun flesje leren vasthouden. Dus dat kunnen we gelijk even testen. Zullen we gelijk het flesje klaarmaken? Ja, ik moet nog wel verwerken. Is je blokje niet meer leuk, Loen? Oh, ik moet even die flesjes nog afwassen. Dus... Kijk. Kijk, ze houdt haar eigen flesje vast. Goed zo, Loenie! Goed zo, Loenie! Wat kan je dat goed?
Ik ben ook benieuwd of ze hem hoger gaat doen als het nodig is. Maar nu houdt ze hem in ieder geval zelf vast. Ze is de boek aan het opeten. En maar vast. Goed zo. Goed zo. Ze snappen het. Arrabba. Je moet even neerleggen hoor. Arm kind zuigt alleen maar lucht op. Je houdt hem wel goed vast, pak. Kom, we gaan even op de grond. Een speelkleedje. Oh, dat is echt niet leuk. Zo'n honger. Geen concentratie om hem vast te houden. Ik heb de mijne andersom. Oh wauw, kijk dan! Oh, wat knap van jullie! Wat knap! Ja, 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 ze corrigeert hem ook zelf. Misschien moet hij iets korter. Je kan het, Loonie. Pak hem maar. Pak hem maar. Die laat ondertussen echt kaarten scheet. Ja, ja, ja. Ik zou het hem nog te scheef. Dit is zo schattig. Maar wel echt ideaal. Nou kunnen ze gewoon zelf een flesje leren vasthouden. Gewoon recht in je gezicht. Zo. Zo, jij kan nooit gillen. Gekkie. Gekkie. Ze vindt het zo leuk. Als ze kon schaterlachen, was dit waarschijnlijk een schaterlach. Ik denk dat ik gillen wel klein. Ik vind het helemaal niet erg. Laat het nek zoals ze. Dan komt ze weer. Moet je het nu doen? Ineens is het helemaal niet meer interessant. Waar kijkt ze nou ook? Weet niet. Naar alles op tafel. Streepjes voorbij. Klapjes in je handjes. Blij, blij, blij. Oh, niet blij. Op je boze bolletje, allebei. Zo varen de scheepjes voorbij. Zo varen de scheepjes voorbij. Deze dames gaan weer lekker in bad. Dus ik ga ze even uitkleden. En dan gaan we... Oh.
Kijk die handjes. De hele tijd zoeken ze elkaars handjes op. Het is echt schattig. Vooral Luna. Oh nee, nu is het Marley. Maar Luna doet het meestal. Oké. It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better days. Hot chick in the black Corvette. Like she drove front head of a magazine. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always got in me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. En dat was de vlog alweer. Kom je hem ook afsluiten? Ga je hem ook afsluiten? Ja. En jij? Ja. Doeg, heel erg bedankt voor het kijken. Morgen hebben we weer een superleuke nieuwe vlog. Gaan we morgen naar zwemmen? Morgen gaan we zwemmen. Alright, dat wordt genieten. Dus zorg dat je morgen weer kijkt. En stuur deze video door naar iedereen als je de video leuk vond. Zien we jullie morgen. Doeg. Doei. 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 Of you. Maybe I'm painting.